Make your own bath bomb. Met polymeerklei kun je hele leuke dingen maken. Volgens mij is dit nieuw. Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe action video. Mijn naam is Elise. Misschien ken je mij van mijn creatieve YouTube kanaal Elise Dingen. Vandaag neem ik je mee voor een shop sessie op de creatieve afdeling van Action. Laten we gaan! We zijn op mijn favoriete afdeling. Ja, dat was ook niet zo moeilijk te raden natuurlijk. Volgens mij zijn dit een aantal nieuwe blokken. Deze zijn heel erg leuk om mee te journalen, omdat je hier makkelijk lijstjes mee kunt maken of dingen op kunt bijhouden. Deze variant is er ook nog. Krantenpapier is ook leuk. Dit is heel erg handig om als tracker te gebruiken in je journal. Leuke kleurtjes. Volgens mij kun je deze chalkmarkers heel goed gebruiken op zwart papier. Ja, die gaan mee. Dit soort papierblokken vind ik altijd heel erg leuk, want je kunt ermee knutselen, maar je kunt ze ook gebruiken in je bullet journal bijvoorbeeld. Oeh, pastelkleuren. Ik vond ook dit setje met neonkleuren. En er is ook nog dit setje met een beetje neutrale kleuren. Met polymeerklei kun je hele leuke dingen maken. En met deze kleuren zou ik bijvoorbeeld een ijsje maken. Er zijn ook heel veel leuke crafting tools, zoals deze foliepen, waarmee je dus zelf goudfolie details op een ondergrond kunt maken. Volgens mij is dit nieuw, gouden en zilveren metallic verf. Altijd leuk om een leuk detail te maken in je journal of op iets wat je schildert of op je polymeerkleischaaltje. Die neem ik mee. Dit is ook leuk om een herfstjournalpagina te maken. Dan plak je gewoon een aantal van die blaadjes op. Ook heel leuk voor een herfstfotocollage. En het leukste is als je een beetje afwisselt in kleur en in vorm. Dit zijn leuke dingen om zelf een herfststukje op tafel te maken. Kijk nou, dit is toch super schattig. Als je op zoek bent naar leuke knutselspullen, kijk dan ook even bij de kinderafdeling, want daar liggen vaak ook leuke dingen. Kijk nou, zo cute. Make your own bath bomb. Dat klinkt ook leuk. Een avocado. Uiteraard ga ik je ook laten zien wat ik vandaag geshopt heb. En kun jij nou net als ik het knutselgangpad in Action niet overslaan? Geef deze video dan een duim omhoog. En dan ga ik je nu laten zien welke creatieve spullen ik uiteindelijk mee heb genomen. Als eerste iets creatiefs wat ik tegenkwam op de kinderafdeling. Dit zijn setjes om je eigen bath bombs mee te maken. Dit leek me nou zo leuk. Ik denk ook helemaal niet moeilijk. Dus ook leuk om eventueel met kinderen te doen. Daarom ligt het denk ik ook op de kinderafdeling. Maar ook leuk voor jezelf. Want hoe lekker is het om daarna met je eigen creatie in bad te gaan. Een fijn creatief basisitem is een scrapbook zoals deze twee. En ik kon niet kiezen of ik er nou eentje met bruin papier wilde zoals deze of eentje met zwart papier. Deze heeft een mooie holografische stippen voorkant. Beide hebben ze ook een handig elastiek. En wat ik hier heel leuk aan vind is dat er nog geen cover op zit. Dus op de voorkant kun je eventueel zelf nog iets maken. En ik vind het dus erg leuk dat ze geen wit papier hebben, maar craftpapier, bruin papier en zwart papier. En wat daar heel goed bij past, zijn deze chalkmarkers. Ik liet ze ook al even in de winkel zien. Dit zijn een soort gelpennen met een krijtachtige vloeistof erin, die het als het goed is dus ook heel goed doet op zwart papier. Staat ook op de achterkant van de verpakking, zowel zichtbaar op wit als op zwart papier. En ik vermoed ook wel op dat bruine papier. Hiervan nam ik diverse kleurensets mee en deze leuke regenboogvariant.
Iets wat ik nooit kan laten liggen zijn papierblokken. Vooral dit soort blokken met leuke patronen erop. Ze zijn heel erg leuk om als achtergrond in je bullet journal te gebruiken. Maar je kunt er ook bijvoorbeeld een heel leuk kaartje mee knutselen. Je kunt hier goed zien wat voor patronen papier er allemaal in het blok zitten. En ieder patroon wat je hier ziet, zit er 3 keer in. Ook zag ik dit keer heel veel leuke soorten verf. En ook een aantal kleuren die ik nog niet eerder had gezien. Waaronder deze tubus met zilver en gouden metallic verf. En ik verwacht dus ook dat deze twee ook een beetje glanzen wanneer je ze gebruikt. Ik denk dat dit super leuk is om een klein detail te geven. Bijvoorbeeld aan een fotolijstje. Ja, of misschien gewoon op een schilderij of in je journal. En ook kwam ik deze setjes met metallic waterverf tegen. Er zijn verschillende kleuren. Ik kon alleen deze 3 setjes vinden. En wat ik hier nou heel leuk aan vind, is dat er ook een waterbrush bij zit. Deze kun je vullen met water. En dan kun je meteen aan de slag met je waterverf. En dan heb je dus niet een apart glaasje met water nodig waar je je penseel in moet dippen. En alsof dat niet genoeg verf was, nam ik ook nog deze set mee. Deze set met pearl paint. En wat ik hier heel tof aan vind, is dat het wordt aangeraden om dit te gebruiken op zwart papier. Nou, we hebben dus dat zwarte scrapbook. Dus het lijkt mij heel leuk om dat in combinatie met elkaar te gebruiken. Het zijn hele mooie paars, blauw en wat groen tinten met een parelmoer effect. Omdat de herfst aankomt, leek het me ook leuk om een aantal creatieve herfstproducten mee te nemen. Zoals dit soort zakjes met nep blaadjes. Hier kun je heel leuk een mooi herfststukje voor op tafel mee maken. Of als je een leuke herfstachtige foto in een lijstje hebt, kun je het lijstje hier weer mee versieren. En ik vond ook nog een andere variant met andere vorm blaadjes erin en ook nog deze grotere bladeren. En ik denk dat het extra leuk is als je ze een beetje met elkaar combineert, zodat het niet heel veel hetzelfde is, maar het juist wat meer natuurlijker lijkt. Want ja, als je buiten kijkt, geen enkel blaadje is natuurlijk hetzelfde. En ook nam ik een aantal van dit soort doosjes mee met daarin mini pompoenen. Ik denk dat dat ook heel erg leuk is, vooral als je dus herfstdecoratie op tafel maakt. En ook hiervan kwam ik diverse varianten tegen. Kijk, je ziet op de verpakking ook al een aantal voorbeelden hoe je dit heel leuk kunt gebruiken in een DIY. Dan in de categorie altijd handig nam ik mijn favoriete dubbelzijdige tape mee. Het is misschien het meest saaie product wat ik je laat zien in deze shoplog, maar ik kan echt niet zonder. Ik gebruik dit zo ontzettend vaak als ik leuke post maak voor iemand, als ik in mijn bullet journal aan het werk ben. Dit is gewoon heel erg handig om iets leuks op te plakken. Ik kan het niet laten om zo'n rolletje mee te nemen iedere keer als ik bij Action ben. Ook nam ik deze 2 setjes katoengaren mee. Ik ging voor deze setjes omdat deze hele leuke pastelkleuren heeft en deze mooie heldere kleuren. Hier kun je natuurlijk van alles en nog wat mee doen. Ik gebruik ze vooral als ik bijvoorbeeld een soort slingerlijntje wil maken of om bijvoorbeeld cadeautjes of post bij elkaar te binden. Zoals je weet vind ik het heel erg leuk om te journalen en ik zag dit setje met hele mooie vulpennen en ik kon het niet laten om ze mee te nemen. Ik ben zo benieuwd hoe ze werken. Ik vind ze er in ieder geval heel erg mooi uitzien. Dit soort knijpertjes vind ik ook altijd een leuke must-have bij het knutselen. Je kunt hier bijvoorbeeld leuke Polaroids aan een slinger mee maken en dan elke foto met zo'n knijpertje ophangen. Je kunt ook een leuk kaartje aan een cadeautje vastklippen met zo'n knijper. Hier kun je gewoon heel veel leuke dingetjes mee. En ja, kijk nou die zoete kleurtjes. Dat moest ik gewoon meenemen. Dit is iets wat ik nog niet eerder had gezien in Action. Dit zijn vellen, zelfklevende vellen met een soort vachtje erop. Je ziet het ook wel een beetje, een soort furry unicorn-achtig vachtje. Het leek me leuk om eens hiermee te knutselen om te kijken wat kun je er nou precies mee. Ik heb het nog niet eerder gekocht, maar ik kon het niet laten liggen. En als laatste nam ik ook polymeerklei mee. Ik vind polymeerklei heel erg leuk om mee te knutselen, omdat je er van alles mee kunt maken. Je kunt het zoals klei in elke vorm kneden zoals je wilt. En dan kun je het afpakken en dan is het daarna stevig. En kun je het gebruiken voor waar je het maar voor hebt gemaakt. Ik vind het vooral leuk om eigen sieraden mee te maken, maar je kunt er bijvoorbeeld ook een sleutelhanger mee maken. Of bijvoorbeeld een klein schaaltje waar je je sieraden dan weer oplegt. Ik nam deze 3 setjes mee omdat ik deze kleurcombinaties nog niet eerder had gezien. Ik heb hier een neon setje, een beetje een soort ijs setje en pastelkleuren. Dan waren dit alle creatieve materialen die ik dit keer heb gekocht. En ja, voor mijn gevoel, als ik zo naast me kijk, heb ik echt de halve winkel leeg geshopt. Maar wel weer veel dingen waarvan ik heel nieuwsgierig ben. Hoe gaat het uitpakken? Hoe kan ik het gebruiken? En ja, ik vind het ook altijd leuk om nieuwe materialen uit te proberen. En ik ben ook benieuwd, zaten hier spullen tussen die jij al hebt uitgeprobeerd? Of die je misschien zelf wil gaan proberen? Laat het me weten in de comments hier beneden. Zoals altijd wil ik je weer bedanken voor het kijken. En wil je nou geen enkele video missen? Je kunt je abonneren op dit kanaal. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!